The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost. For none now live who remember it. Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Lego in de Band van de Ring of Lego Lord of the Rings, had je zelf maar wil. Ik had deze game eigenlijk al willen spelen voordat... Ik zit even te kijken of ontiteling aanstaat, maar ik denk dat het helemaal niet in te stellen valt. Ik denk dat het gewoon standaard aanstaat, ja. Ik had deze game eigenlijk al willen spelen na de Hobbit. Die heb ik ook gedaan. Als je dit nog niet gezien hebt, moet je zeker even checken bij de playlist. Want daar vind je de complete speellijst van de Hobbit. En dat verhaal speelt zich natuurlijk af voor het verhaal van Lego Lord of the Rings. Dus dan moet je die zeker even gaan checken. Maar goed, daarna wilde ik dus, na de Hobbit wilde ik deze gaan spelen. En toen kwam net Lego Jurassic Park uit. Dus die kwam er tussendoor. En daarna ben ik Lego Batman 3 gaan doen. En nu eindelijk is het zover. En ga ik beginnen met The Lord of the Rings. We beginnen met een nieuwe game. En ik vind het allemaal prima. Ja. Nou, daar gaan we dan. Oké. It began with the forging of the great rings. Three were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. Ah, cool, nu ben ik aan de beurt. We belanden midden in de strijd. Ik zie daar 5 vaandels staan bovenin. Dus we moeten eens even die gasten allemaal in de pan hakken. Oh, hier zijn de vaandeldragers. Hop, weg ermee. Wel heel tof hoe ze dit... hoe dit verhaal zeg maar nu in beeld wordt gebracht. Echt cool. Hop, hoe komt jullie... Er moet er nog één zijn, waar is die? Oh, daar. Wegwezen. En nu? Oh, nog 3? Oké. Hoepel op. Oké. De volgende. Daar is die. Wegwezen jij. En dan de laatste zal zo aankomen. Zijn vriendje is er al en hij is er nu ook. Oké. Hoppa. Oh jee. Wat moet ik doen? Ik moet er. Ik moet naar hem switchen. Oké. En hij kan dit in elkaar beuken. Alright. Hij heeft ook een heel groot zwaard.
zijn een hoop, mannetjes op de achtergrond. En tot slot. Deze. Wegwezen. Victory was near. But the power of the ring could not be undone. Oké. Zo. Sauron is even lekker aan het beuken daar. Wat moet ik doen? Ik moet naar hem toe? Ik ga naar hem toe. Pak aan! Ja, hoe val je die gast aan? Hij gaat gewoon op me stampen. Oké, ik moet even inzien. Wegwezen. Oh, ik moet naar hem toe. Oké, prima. Natuurlijk moet ik naar hem. Naar Elrond, de grote man. Hé? Naar wie moet ik schakelen dan? Naar hem. Waar is het vast? Hij zit. Oh, daar! Ik zie het nu pas. Oké. Wacht even, dan moet hij er wat mee doen, zeker. Juist. Dat was me niet helemaal duidelijk. Nu wel. De grote Sauron zat vast in de grond. Nou, doe het nog maar een keer dan. Niet op mij stampen. We moeten gewoon wachten tot hij vast zit weer. Hup, wegwezen. Klap 2. Ja, Lego gaat alles in 3 keer, hè. Dus als hij dan voor de 3e keer slaat, zal hij wel vast komen te zitten. Nee, niet. En... hoepel op met je dinges. Hé, dus niet. Nou, kom op. Au, dat doet zeer. Kom dan, kom hier maar naartoe. En... juist. Haha! Pak aan. Hij kan er nog wel op lachen, hoor ik. Oh. Doe eens niet. Oh, dan moet ik ook niet in het vuur gaan staan, natuurlijk. Een beetje dom. Oké, opgekoppeld. Ze staan allemaal maar een beetje toe te kijken, die andere gasten. Nee. Au, wegwezen. Oh, even een hartje pakken. Zit hij vast? Hij zit vast. Daar ga je. Isildur, son of the king, took up his father's sword. Sauron, the enemy of the free peoples of Middle-earth, was defeated. The ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. Isildur, hurry! Follow me. Goed. We gaan hier wat doen, denk ik. Ik denk dat we zijn zwaard nodig hebben, vind ik. Het ene zwaard is kapot in elk geval. Dus wat gaan wij hiermee doen? Kunnen we hier wat... ik denk niet dat we hier wat mee kunnen doen. Dan gaan we die kant maar op. En we gaan hier langs. Hopsakee. Zullen wij dat kapot maken? Nee. Wel.
Of niet? Even kijken hoor. We moeten naar hem toe zeker. Nee, wacht. Wat moeten we hier doen? Wat moet jij hier wat mee doen? Oh ja, dit zwaard kan gewoon. Ook is hij kapot, hij kan het wel kapot maken. Nou, daar gaan we. Hopsakee. Oeh, pas op, vuur. Hebben we een boogschutter bij ons? Want dan kunnen we denk ik nog niks met dat ding erbovenin. Dan gaan we snel door. Ik denk dat we hier wat van moeten gaan maken. Nee, we moeten daar boven langs schuiven. Ik zie het al. Oké, laten we dat doen. En dan maken we dit kapot. Hoepel op. Alright. Komen er nog een paar aan. Goed, we gaan hier naar boven. En Elrond, die kan naar hogere plekken springen. Dan kan hij waarschijnlijk dit ding een duw geven. Ja, dan kan hij er overheen. En wij kunnen dan gewoon door. En wij kunnen toch ook dit kapot maken met een zwaard. Juist. We komen steeds dichter bij de krater van Mount Doom. Of de Doomberg. Afhankelijk van welke je gelezen hebt natuurlijk. Of gezien hebt. Oké. Okay. Dit kan ik denk ik niet kapot maken met een zwaard. Nee, dat kan niet. Oh. Even snel het hartje pakken. Even zien hoor. Daar moeten we in. Oh. Wegwezen. Kunnen we hier gewoon een weg naar binnen slaan? Oh, dan kunnen we gewoon naar binnen. Nou, laten we dat maar snel doen dan. Het zal hier wel warm zijn. Hearts of men are easily corrupted, and the Ring of Power has a will of its own. It betrayed Isildur to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For 2,500 years, the ring passed out of all knowledge. Until... The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. For 500 years, it poisoned his mind. But something happened then the ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit. Bilbo Baggins of the Shire. A ring. En tot zover het proloog van de Lord of the Rings. Ja, leuk weer dit, hé. Echt leuk. Goed. We gaan snel door. We hebben weer wat karakters vrijgespeeld. Isildur, Elrond. En ik kan het absoluut niet doortikken, dus we moeten het hiermee doen. Goed.
Jammer, ik kan het niet doorknikken. We moeten het even naar blijven kijken. Oké, 1 van 10. Ja, er valt nog genoeg te vinden in die levels. Level voltooid. Oké, we gaan het verhaal vervolgen. So you mean to go through with your plan, then? Yes, yes, it's all in hand. All the arrangements are made. I'm old Gandalf. I need a holiday. You will keep an eye on Frodo, won't you? 2 eyes. As often as I can spare them. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? You're right, Gandalf. The ring must go to Frodo. Bilbo. Hmm? The ring is still in your pocket. Oh, yes. Goodbye, Gandalf. Goodbye. Dear Bilbo. The road goes ever. Till our next meeting. Bilbo! Gandalf? He's gone, hasn't he? He's gone to stay with the elves. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. Frodo, he must never find it. Get down. Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping? I ain't been dropping no eaves, sir, honest. Oh! What must I do? Beg for the village of Bree. I'll be waiting for you at the Inn of the Prancing Pony. I must see the head of my order. He'll know what to do. Keep it secret. Keep it safe. Volgens mij zijn we hier nu in het begin van... Ja, we zijn in de Hobbit, in de Gauw, in de Shire. Met Frodo en met Sam Gewissies of Samwise Gamgee, hoe het maar net hoe je wil noemen. Maar nu moeten wij dus door naar de stad Breeg. En dat doen we de volgende keer. Dus hier zet ik een dik vette punt achter. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen waarvan je denkt dat hij het ook tof gaat vinden. En dan zie ik je dolgraag dan de volgende keer weer terug. Bye-bye.